Oké, echt too much love. Wat een toffe praatjes weer, hè? Ja! Hey Olly! Je bent weer terug! Nou, tenminste, Olly, wij zijn weer terug. Mama knuffel! Mama knuffel! Auw! Oh, mijn kleine. Oké, echt too much love. Papa! Ja, papa? Mag ik ook een knuffel? Oh, lief. We hebben je zo gemist. Heb je ook wat gemist? Ja. Oh. Konijn. Ga maar konijn pakken. Ja. Heb je ook een pizza gegeten deze week? Ja. En hoe heet dat dan? Pizza. Pizza. Papa, jee. Mama, jee. Pizza. Papa, papa. Pizza. Het was wel heel leuk. Jee, papa. Wat? Pizza. Pizza's heet, hè? Ja, kan zo maar zijn. Maar je bent wel met Jacob en Kay naar de dierentuin geweest. Was dat leuk? Ja. Ja, had je een leeuw gezien? Ja. En ook de aapjes, toch? Oh, wauw, wat vet, wat gaaf. En hoe was het met oma? Was het leuk? Ja. Aandoen. Had oma een badje meegenomen en een popje? Oké. Laat eens zien welke pop je hebt gekregen van oma. Dak. Oei. Hey, hoe kom je hier dan? Hier. Dit was je kwijt. Ja. Ja. Dit is papa's troon. Ja. Kroon bedoel ik. Oei, zo je ook. Kijk. Mooi! Mooi, hè? Hey guys, good morning! Het is dinsdagochtend en ik ben best wel moe. We hebben weinig geslapen. En ik ben ook best wel moe van Londen. Maar, wie zijn er aan het ontbijten? Mama en Olly. Papa. Nee, ik ben geen papa. Of nee, jij bent geen papa. Jij bent Olly. Mama en Olly zijn samen aan het ontbijt. Ontbijten! Ontbijten, goed zo! Ga je doen? Hi. Hi. Mag een kusje? Lekker? Heel lekker, schat. Pootje! Ook een tap! Pootje halen! Ook pootje. Heel lekker. Neus. Wat is er met mama's neus? Dan gaan we zo naar school, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Bobbin. Bobbin is er. Oh nee, Arthur. Arthur is er ook. Ines. Ines? Ja. Die er ook. En Diana? Ook. Ook, hè? Ga je dan lekker spelen? Happia! Happia? Ga je lekker buiten spelen? Boelen. Op boelen. Ga je bolen? Een molen. Een molen. Op paddenstoel. Op een grote paddenstoel. Oh, dat ga je allemaal zingen vandaag. Poppy in de actors. Echt? Arthur! Wat gaat Arthur doen? Dan ei! Ga je aaien? Misschien is baby Moses er ook wel vandaag. Ja! Dat zou leuk zijn. Dan ga ik ook
Nee, we gaan even eten en dan gaan we naar school. Oké. Opeten en dan naar school. Oké, ik heb Olivia naar de crash gebracht en ik zit nu in de auto. En ik ga een buggy uitzoeken bij Bugboe. Want we hadden nog geen buggy voor de reis naar Tribeca aan Miami om mee te nemen. Wij zijn aangekomen bij Bugaboo. Sander is er gelukkig ook eventjes. Ja, maar ik wil een blauwe. Sander wil een blauwe en ik wil de groene. Ja, we krijgen wel een zwart frame. Maar ze zit toch niet in het leger? Ik vind deze kleur het leukst en Sander vindt die kleur het leukst. Deze. Van Bugaboo. En Sander vindt die zelfs het leukst. Ja. Met alles erop. Spring, gezellig. En we nemen de Bugaboo B5. Gewoon omdat wij dat het beste bij onze lifestyle vinden passen. Je kan hem heel makkelijk inklappen en mee op reis nemen. Je kan hem tot aan de gate meenemen, deze gewoon. Ja, en dan mag je hem blijven, ja. Dus dat is toch super chill? Ja, mega tof. Weet je wat heel tof zou zijn? Nou? Als ik hem nu zeg maar in één keer... Nee, die moet, die moet je inklappen. Inklappen? Ja. Oké. En dan op dat zwarte knopje drukken. Deze. En dan het wit omhoog trekken. Ja, oh, die, ja. Oh my god, dit is zo simpel. Ja, ja. Het valt eigenlijk... Het staat gewoon in elkaar. Dit is simpeler dan ik dacht. Oké, nou, top. En hoe zet ik hem dan nu vast? Dat is het. Oh, dat is het gewoon? Ja, dan valt hij uit elkaar. Oké, cool. Ja, dat is echt heel cool. En dan je voet daarop zetten. En dan zo zet je hem weer uit elkaar. Ja. Oh, ja. Ik kan hem vast. Staat je wel leuk, die car? Nee. Ja, is dat super schattig. Deze kleur? Ja. Jammer dat hij blauw is. Oh, ik ben weer thuis na de hele dag shoppen en alles. En volgens mij heb ik alles gekocht, dus straks gaan we alles inpakken. Ik ga zo meteen eerst even mijn HelloFresh maaltijd koken, want we zijn het nog steeds aan het uitproberen. Het is nu de tweede week. We hebben denk ik 3 of 4 keer gekookt. Dus dat zal ik zo even laten zien. En vergeet niet dat je nog korting krijgt met de code die hieronder staat. Dat was het. Hey! Hey, ben je vlogging? Yes. Met mijn ondergoed uit. Hey! Hey! Wat ben je aan het kijken? Ja. Oh, Pieter Konijn. Wat leuk! Lig je lekker onder de dekens? Ja. Mag ik erbij? Ja. Ja! Nee, mama pet. Dat is het kussen van mama. Maar mag ik er wel bij? Wat ga je doen dan? Lekker verder kijken. Oké, ik ga inpakken. En ik vind het zo stressvol om met een kindje in te pakken. Als je met een kindje reist in te pakken, ik weet gewoon niet wat ik allemaal mee moet nemen. Behalve deze zak met cadeautjes voor in de vlucht. Net als vorige keer naar LA hadden we dat ook gedaan. Dat we allemaal cadeautjes voor haar hadden om uit te pakken. Maar goed, we gaan natuurlijk ook naar de zon. Dus ik moet ook superveel zomerkleding meenemen. En ja... Bruidjurkje heb ik hier voor Olly voor de bruiloft. Kijk. Deze is echt super leuk van River Island Mini is die. Dus ik ga even goed nadenken nu. En dan alles inpakken. Ja, dat ga ik doen. Oké, dit is de inpakchaos. Ik ben eigenlijk alleen voor Olivia klaar met inpakken. Die heeft nog wat ruimte over, dus ik denk dat ik daar... iets van mij nog bij gaat doen. Ja. Ja, die kinderkleren, is ook en zomerkleding en kinderkleding. Ik denk dat ik iets vergeten ben, maar dat is waarschijnlijk niet zo. En daarnaast, je kan alles kopen in Amerika als ik echt iets vergeten ben. Dus komt wel goed. Sander is aan het werk. Sander. Een flesje champagne. Ik ben al de hele dag aan het werk. Ik heb een mixtape gehad. Oké, laten we koken. Deze gaan we vanavond maken van HelloFresh. Ik ben aan het koken. Dus wij gaan zo lekker eten. Heb je er zin in, Wiefs? Yep. Oh, guys. Ik lig eindelijk in bed. Ik heb vanavond thuis nog een spray tan gehad.
voor morgen. En ik ben Friends aan het kijken, zoals jullie waarschijnlijk horen op de achtergrond. En ik heb alles ingepakt voor Olly en mij. En Bibi is klaar met inpakken. Bibi is klaar met inpakken. En ja, yeah. We are ready, denk ik. Dus hopelijk valt de vlucht mee. Ik ga het uiteraard filmen, dus jullie gaan het zien. En ja, ik ga denk ik nu de vlog afsluiten, dat we niet allemaal soorten dingen door elkaar hebben. En dan komt woensdag de eerste vlog dan uit van Miami, Jamaica. Dus vergeet niet te subscriben als je het leuk vindt om dit te zien. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb er wel heel veel zin in. Lekker bij Olivia, Sander en Bibi. De hele dag zonder echt werk of iets. Dus dat is super leuk. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Sorry als de vlog heel kort of ongeorganiseerd is. Shit happens. Ik had echt weinig dagen thuis. En ik moest inpakken, uitpakken en pakken. Dus dat. Ja. Oké, nou heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie woensdag.